Buenos dias, mi gente. Ik weet dat ik een beetje achterloop met de video's, maar komt goed. Twee neven van een jongen die ik in 2016 heb leren kennen, Rafael. Een vriend van zijn neven leren kennen, Japanse jongen. En die is eigenlijk echt heel cool. Hij houdt van hetzelfde soort muziek als ik. Ik ga vandaag weer met hem afspreken om samen te gaan eten in Shinjuku. Dus ik ben nu onderweg naar het station. Dan moet ik even de metro pakken naar Shinjuku. Dan gaan we even kijken waar we kunnen gaan eten. Oké, ik ben aangekomen in Shinjuku nu. Je ziet het. Dat is echt niet normaal hier. Dan moet ik hem even gaan zoeken tussen 10.000 andere Japanners. Oké, het bleek dat ik aan de verkeerde kant stond. Dus ik heb net bericht gestuurd. En hij komt nu deze kant op. Oké, so I found him. Here he is. I'm both hungry, I haven't eaten all day, so that's due to the heavy night we had, so we're going to eat right now. Je hoort dus het hier naar binnen werken, ik kan dat nog niet echt meer. Dus ik bijt alles gewoon af. Wasabi gepakt. Ik ben benieuwd wat men mij gaat doen. Oh, daar komt ie. So, do you like upload vlog every day? Yeah, I try to. Yeah, it's difficult. Yeah. Especially when you're out and like yesterday coming home late. So you upload a video as well? Yeah, first I edit, when I come home I edit, but it's only while I'm here in Tokyo. Yeah. I get home, I edit, and then I post it online. God,
is wasabi. Oh mijn god. Deze, ik zeg je eerlijk, hij is veel beter als in Nederland, maar... Dat lijkt dan, maar hij is ook weer gelijk weg. And cheaper, right? Mm. Zojuist in een cafeetje beland hier in Golden Guide. Ik ben nog steeds samen met Kotaro. Ik heb hier gemeet met een meid die ik 2 jaar geleden heb leren kennen in Yogi Park. Toen ik hier ook was, tijdens Hanami. Dat is Zaira Chihiro. Die werkt hier dus. Ze stuurde me gisteren een bericht dat ik even langs zou komen. Ik zei ja, dat doe ik eens met jou. Dan kunnen we even kijken waar ze werkt en ja, even weer na lange tijd elkaar weer ontmoeten. Dus vandaar dat we hier zijn. Ja, het is gewoon gezellig. Ja, hier is het een goede plek om mensen te ontmoeten. En ik weet niet, het oogt al sneller gezellig. Dus, je hebt hier sommige bars waar buitenlanders, dus mensen vanuit andere landen hier naartoe kunnen komen om een drankje te nemen. Maar je hebt ook sommige plekken hier waar alleen maar echt lokale mensen naar binnen komen. Dus gewoon buitenlanders kunnen. Golden Guy, in Shinjuku. Dus die jongen waar ik ben, komt daar wel. Hij is een craftsman. Maakt allemaal dingen van leer. Portemonnees, tasjes, van alles. Ik zal zelfs een Instagram in de description box zetten, zodat mensen het kunnen checken als ze het willen. Ja, een beetje kan zien wat hij allemaal maakt. Ja, zo, laat iets laten zien. Dat is dit bijvoorbeeld. Ik zou niet weten hoe dat maar ik maak het wel.